De Kallandbrug voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Bovendien staat de brug steeds vaker open voor het toenemend scheepvaartverkeer en daardoor loopt het eveneens groeiende treinverkeer van en naar de Rotterdamse haven veel vertraging op. Om beide problemen aan te pakken heeft het ministerie van Infrastructuur samen met het havenbedrijf en ProRail 4 plannen bedacht. Grootschalige renovatie van de Kallandbrug, een vaste brug, verlegging van de spoorlijn over het terrein van chemisch bedrijf Huntsman en verlegging van de spoorweg over de Theemsweg. Deze laatste optie heeft de voorkeur van het havenbedrijf, omdat het verkeer over het spoor dan continu door kan rijden. Maar het is juist dit plan dat de inwoners van Zwartewaal veel zorgen baart. Het tracé zou 14 meter hoog komen, om wat voor reden dan ook. En de hemelsbrede afstand tussen Zwartewaal en dat tracé, wat 14 meter hoog is, zou 800 meter zijn, hemelsbreed. Nou, de frequentie van het treinverkeer, dat weten we nog niet exact, maar de schatting is dat het ongeveer rond de 100 treinen per 24 uur gaat worden. En dat geeft nogal wat geluidsoverlast. Zoals we zeiden, we zitten nu rond tussen de 60, 65 dB. Deze treinen zouden daar nog bij komen. En dat houdt dus in dat je 24 uur per dag op een geluidsbelasting zit van waarschijnlijk tussen de 70 en de 80 dB. En dat is een hoop. Dus zijn de inwoners van het dorp erg verbaasd dat dit plan zelfs ook maar voorgesteld wordt als reële optie. Als wij naar die plannen kijken, dan hebben wij de indruk dat er alleen gekeken is naar Rotterdams grondgebied. Rozenburg is daarin meegenomen, de hele omliggende streek zeg maar, van de industrie. En op de een of andere manier is het dorp Zwartewaal, wat heel kort bij ligt, is niet in beeld. Daar, de geluidsbelasting van het dorp is niet in beeld gebracht. Daar is dus de verbazing over. Men is op het dorp hier nogal verbaasd. Toch zijn beide heren bang dat dit plan wel de beste kansen heeft van de vier. Mede omdat het havenbedrijf hier de voorkeur aan geeft en andere plannen duurder zijn of helemaal niet haalbaar. Dat denkt ook gemeente Brielen, waar Zwartewaal onder valt. Ik heb het idee dat de optie Huntsman-tracé, dat gewoon een soort wisselgeld is. Want we hebben ook gesproken met een aantal raadsleden, zijn we ook geweest bij Huntsman op bezoek. En daar is het onderwerp natuurlijk uitgebreid aan de orde gekomen. En daar is ook gesteld van door de directeur Nederland van Huntsman, nou daar is natuurlijk geen sprake van. Het is een volkomen irreële optie, want u begrijpt wel dat zo'n gigantisch bedrijf dit nooit zal toestaan en dat daar enorme risico's aan verbonden zijn. Dus dat is een soort wisselgeld. Kijk, als ze die nou wegnemen straks en zeggen, nou ja, die hebben we dan maar opgegeven, dus kiezen we voor een andere optie. Dat is het gevaar in het geheel. Volgens het ministerie van Infrastructuur zijn alle vier de plannen nu nog mogelijk en zal er zeker worden gekeken naar eventuele geluidsoverlast. De gemeente Brielen en de inwoners van Zwartewaal hebben voor de zekerheid een zienswijze ingediend. Alleen als dit gedaan is, kan er later tegen het definitieve plan bezwaar worden gemaakt. Laten we vooropstellen, wij zijn niet tegen vernieuwing van het spoorwegtracé naar en van de Maasvlakte. Dat is economisch belangrijk. We hebben ook respect voor economische belangen. Maar het is zo dat het niet alleen in deze wereld meer gaat om economische belangen, dat er ook belangen van de bevolking zijn. De meeste mensen hier die werken en leven van die haven, dus wat dat betreft is alle begrip daar. Alleen ik vind als je op een gegeven moment zoiets neer gaat zetten, dat wij toch wel onevenredig zware lasten gaan dragen.